natuurlijk de basis waarom wij die avondklok hebben ingevoerd in Nederland. Want op zich gingen de aantallen toen ook al ging het beter. Dus er was het, nee, maar we hebben angst voor die Britse variant. Als ik dan u zo hoor en zelfs het woord hetsen in de mond hoor nemen, vindt u dan ook dat wij in Nederland van die avondklok, zeg maar, om die reden af zouden kunnen? Ach, ik ben gelukkig geen avondklok-expert. Ik prijs me gelukkig dat ik daar niet al te veel vanaf weet. Maar de avondklok werd ingesteld, als ik heel eerlijk ben, op het moment dat in Engeland de getallen al naar beneden gingen. En toen was het al meer dan 90% Britse variant. Dus of je nou voor of tegen de avondklok bent, de Britse variant is daar niet het allerbeste excuus voor. Maar nu hebben we dat ding. En laten we nou maar even gewoon volhouden. Ik begrijp ook niet helemaal precies wat het bijdraagt. Ik zie ook niet helemaal precies hoe erg het is. Maar als we elke week wat anders gaan doen, dan wordt iedereen natuurlijk ook gewoon turenbuurs. Ja. Los daarvan vindt u, denk ik, veel maatregelen misschien onzinnig, maar we moeten vooral, of misschien heel zinnig, maar we moeten vooral gewoon prikken. Sneller prikken, daar gaat het natuurlijk allemaal om. Ja, nou, fijn dat je dat zegt, want dat is gewoon de oplossing. En dat is wel een heel klein beetje het verschil tussen Engeland en Nederland. Engeland is iets eerder begonnen, daar gaan we natuurlijk niet over zeuren. Dat is nou eenmaal zo. Maar Nederland moet nu echt vol er tegenaan. Als ik kijk wat er in Engeland gebeurt, het is een soort echt nationaal programma. Iedereen doet eraan mee. Honderden duizenden vrijwilligers, alle huisartsen, alle ziekenhuizen. Je kan het zo gek niet bedenken. Dus er is nu vanavond een hele actie van allemaal bekende Britten. Die heb je in Engeland dan ook. Die voor de televisie vertellen dat iedereen die vaccinatie moet nemen. Het is echt een soort nationaal deltaplan. Ja. En het werkt. Want het gaat als een razende. En ik denk dat dat toch echt nu de oplossing gaat zijn. Ik kijk in mijn ziekenhuis nu al een paar weken naar. We zien natuurlijk nog wel een paar nieuwe COVID-patiënten elke dag. Maar niet meer dan tussen de 10 en de 20. En geen één van hen heeft een vaccinatie gekregen. Dus dat is geweldig nieuws. Ja. Het lijkt dus gewoon echt te werken. Uit Israël hoor je eigenlijk precies hetzelfde. Dus mijn advies is vol gaan voor die vaccinatie. Zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen vaccineren. Dat is een positief plan waar ook het hele land zich achter kan zetten. Daarnaast nog even de tanden op elkaar. Die lockdown kan er gewoon echt nog niet af. Misschien wel voor de schoolgaande kinderen. Maar verder moeten we voorzichtig zijn, anders krijg je een herhaling van de zomer. Maar als we ons nog eventjes hier doorheen weten te mappen, dan zijn we er over een paar maanden echt vanaf. Maar een paar maanden is niet eventjes. Een paar weken is eventjes. Hè? Een paar maanden is wel lang. Oké. Okay. Ja, ik druk me wat voorzichtig uit.